Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag zitten wij op Stoneheart. En oh yeah. Vorige keer hebben we twee nieuwe dingen erbij gekregen en twee traders. Twee nieuwe hardlinks bedoel ik daarmee met dingen. We gaan vandaag een trapper maken, zodat we huid kunnen krijgen enzovoort enzovoort. En de vorige episode heb ik helemaal niet een like goal gegeven, wat dom van mij. Maar goed, jullie hebben alsnog insane geliked, hartstikke bedankt daarvoor. En vandaag is de like goal 69 likes. Waarom? Omdat ik dat een leuk getal vind. Oké, sorry. Nee, maar vandaag is 69 likes is de like doel. En we gaan gewoon meteen, bam, door met het spelen. En we gaan even iemand een trapper maken. Dat was de bedoeling toch? Want we hadden een trapper's knife als het goed is. Of was jij daar nog mee bezig met dat te maken? Oh, jij was nog... die kunnen we nog niet maken inderdaad. Dat was het hele ding. Jij moest nog een level up daarvoor. Daily update. Jammer genoeg niet genoeg food. Dat is jammer. Want als we dat wel hadden, dan hadden we natuurlijk weer een nieuw hardling erbij. Maar ik wil eigenlijk even kijken. Jij bent level 3. Oké, en de trapper's knife, wat hebben we daar nog voor nodig? Een mansion pedestal. Oké, kijk, dus we gaan deze even vooruit zetten en deze erachter. Want dan ga ik jou een pedestal laten maken. En als jij die dan... Wat de fuck kan jij daar binnen doen? Oh! Ik denk, hè, wat ga jij nou in één keer doen? Maar die ging slapen. Oké, nou vooruit, dat mag. Dat is op zich best wel logisch. Dan kunnen we ondertussen kunnen wij beginnen met een eigen muurding te maken. Hier zo. En dat gaan we zeker doen, want we moeten natuurlijk ook een muur hebben hier. En het muur gaat 3 breed worden. Ja. Ik weet niet of dit nou echt zo'n mooi muur is, maar we gaan het toch doen. En dan 3. Iedere keer om de 3 een nieuw dingetje. Oh, wat is dit dan weer? Waarom doet hij dit niet gewoon zoals het hoort? Gewoon zeg maar doorgaan met vanuit hier. Ja, kijk. Zo moet hij. Waarom doet hij dat niet? Waarom moet ik dan weer opnieuw klikken? Moet ik iedere keer opnieuw op dat... Oké. Is dit een hoog genoeg muur, zeg maar? Ik vind hem trouwens niet mooi. Weg. Ik wil een andere kleur. Dit. Ik wil even kijken hoe dit eruit ziet. Wit. Wow, ziet er niet zo heel verkeerd uit. En deze, hoe ziet dit eruit? Is dit op zich best wel een goede combinatie? Ik denk dat we dat gaan behouden. Come on. Goed zo. Oh, invaders approaching. Town alert mode. Huppa, go. Waar ben je? Waar zijn de invaders? Where you at? Waar zijn ze? Ik kan serieus niet zien waar ze zijn. Oh, daar zijn ze. Attack, attack, attack. Attack move hierheen. Let's go, 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 go. Waar ben jij? Dat ben jij toch? Oké, hij is daar al. Hij komt eraan, hij komt eraan. Heb geduld. Binnenkort hebben we ook een nieuwe, waarschijnlijk iemand met... Met een boog. Dat is natuurlijk wel handig. Meer mensen hebben die zeg maar aan kunnen vallen. Oké, ik ga die marker weghalen, want hij is al aan het vechten, dus dat is goed. Kijk hem vechten, jongens. Mommietjes. Kick hem gewoon. Oké, goed. Ik denk dat dat wel goed gaat komen. We zijn hier mooi aan het defenden, dat is heel goed. Maar ik denk dat het gevaar zo goed als geweken is. Dus we gaan dadelijk eventjes... Oké, nog 1 hit en dan done. Mooi, jullie kunnen weer verder met waar jullie mee bezig waren. Oh, jij hebt als het goed is die pedestal gemaakt, niet? Ja, zie je wel. Dus ik wil dat jij die even hier plaatst, zo. Zo, bam! En ik wil dat je daar dan de trapper's knife op maakt. Ze hebben nu allemaal honger. Are you kidding me? Oké, dan ga ik hem iets verder spoelen. Want ik wil dat je die trapper's knife maakt. Ik moet de trapper's knife hebben. Kijk. Oh, dat ziet er zo vet uit. Oh my god. Dat ziet er echt insane uit. That is looking awesome.
Wauw. Oké, dat ziet er echt vet uit. Dat ziet er echt vet uit. Ik wil dat je er eigenlijk even iets aan gaat doen. Want dan kan ik daar een screenshot van maken voor de episode. Misschien wel een vette screenshot. Oh mijn god, ik vind het er echt vet uitzien, dat vuur zo. Oké, ga jij nu dat ding maken die je moet maken, zeg maar? Juist. Oké, normale tijd en... Oké, we gaan even... Kijk hem gaan! Kijk hem gaan! Oh mijn god, dit vind ik echt zo'n vette screenshot. We gaan dit als screenshot gebruiken. Voor de thumbnail van de episode. Let's do this. En dan wordt dat gewoon... Zo. Oh, ik heb nu eens aangezet. Misschien ietsje verder, dan kunnen we nog inzoomen. Oké, niet schrikken. Bloew, sorry voor deze onnodige saaiheid in de episode. Maar ik had natuurlijk altijd een leuke screenshot hebben. Dit vond ik echt gewoon super vet. Oké, we gaan nu een Trapper's Knife krijgen. Daar gaan we mee beginnen. We gaan nu niet beginnen met de poort dus. Want ik wil eigenlijk die Trapper's Knife hebben. En daarmee kunnen we dus... skins krijgen van animals en dat soort dingen. En mensen zeiden dat ik deze nog niet had ingedeeld. Dus dan sommigen nog niet. Kijk, jullie zijn echt awesome. Jullie hebben het helemaal gelijk. Jullie hebben helemaal gelijk gehad. Ik heb deze inderdaad nog niet helemaal ingedeeld. Dus laten we dat even doen. Food and drinks en hier armor en zo. Oké, nu heb ik ze wel ingedeeld. En nu wil ik eigenlijk... Waar is de Trapper's Knife? Wacht. Ho. Ik wil eigenlijk even iemand een trapper maken. Dit is... Spirit moeten we hebben, hè? Ja, een hoge spirit. Als je een hoge spirit hebt, dan kan je makkelijk met... Kijk, jij dus. Ik wil jou een trapper maken. Hebben we al een trapper? Ja, we hebben een trapper. Yes! Boom! Awesome. Oké, jij bent nu hier aan het minen. Maar dan ga ik niet meer willen dat je dat doet. Ik wil dat jij een trapper wordt en dat je animals gaat vangen voor ons. Zodat we skins kunnen krijgen. En met die skins kunnen we natuurlijk van allerlei dingetjes maken. Waarom is deze niet hier weggezet? Wat is hier mis mee? Nou, er zijn een aantal dingen die nog niet weggezet zijn. Zien jullie dat? Oké, raar. Ik had het... Jij verzet wordt eigenlijk. Nou, thuis hoeft niet. Misschien kunnen we jou vanaf hier gewoon gebruiken. Het zou wel tof zijn als dat zou kunnen. Laten we kijken of dat kan. En dat doen we met... Oh, iemand is een trapper geworden. Ik hoorde het. Yes, jij. Awesome, oké. Dan gaan we meteen een gebied maken waar we kunnen... waar we animals kunnen vangen. En ik denk... hier zie ik wel best wel regelmatig animals aan deze kant. Zien jullie dat hier? Dus ik gok dat als we het hier zo doen. Zo, 50 bij 50. Dat het helemaal goed gaat komen. Ik weet eigenlijk best wel zeker dat het helemaal goed gaat komen als we dat zo doen. Dus dat gaan we zo doen. Awesome. We hebben op het moment eigenlijk best wel wat meer eten nodig. Dus we gaan... De mensen zeggen dat ze dit moeten harvesten, want we hebben eten nodig. Want dan kunnen we, als het nacht over is, kunnen we namelijk, hoe heet dat? Meer hardlings krijgen, omdat we dan genoeg eten hebben, zeg maar. A simple merchant has arrived to your town with wearing hoods. Ooh, crimson rug. Oké, okay, awesome. Oh, je koopt ook dit soort dingetjes. Awesome. Improves worker efficiency. Oké. Ik kan ook nog wat dingetjes verkopen, of niet? Tunnel door. Useful for sealing of mine tunnels. Awesome. Ik kan... Oh, we hebben ook een stone chest. Oh, dat ziet er echt zo vet uit. We kunnen hier wel een aantal dingetjes eigenlijk van verkopen, zit ik te denken. Misschien is dat helemaal niet zo'n slecht idee. Wat kunnen we echt verkopen wat we niet nodig hebben, zeg maar? Eigenlijk hebben we alles nodig, hè? Voor nu wel. Nu hebben we nog niet echt iets wat we maken om te kunnen verkopen. Deze vind ik echt vet. Fine table for two. Nee, op het moment eigenlijk nog niet echt. Ik heb wel een storage container. Een chest. Dat is wel super awesome. Ja, en wat jij hebt. Het is allemaal wel leuk, maar ik denk niet
dat het nodig is op dit moment. Dus, of misschien dit ding. Dit ding hadden we eentje nodig, toch? Voor een... Oh, nice. Level 2. Alright then, guys. Volgens mij hadden we die eentje nodig om even te kijken. Voor de boog, toch? Oh, nee. Hadden we een andere voor nodig. Echt serieus? Oh, dat vind ik echt niet leuk. Oh, dat vind ik echt niet leuk. Oh, it requires a carpenter of level 6. En welke level is onze carpenter op dit moment? We kunnen even kijken. Carpenter, level 4. Oké, dan ga ik jou weer eventjes aan het werk zetten, lieve schat. Ik ga jou... wooden safety standard. Use it to sign a safety point. Oké, leuk. Ik wil jou hier eentje van maken. Craft requirements en... guys, place a carpenter workbench. Wacht, maar die hebben we niet. Wat is dat nou voor onzin? Oh, kijk. Die is niet weggezet inderdaad. Oh, nou dan zetten we die hier weg. Dan let's go. Hier zo. Als iemand dat even gaat doen, alsjeblieft. Nu, zeg maar. The trader returns. Accept. Awesome. We hebben cloth gekregen. Dat is altijd cool. Dat is altijd goed. We hebben echt leer nodig, hè? Ja, bolt of leather. Oh, zo jammer. Maar ik ga jou toch wel weer dingetjes laten craften. Aangezien dat dat toch best wel nodig is. Hebben we een of andere gate? Dubbel wooden door. Ik wil hier wel een paar van hebben eigenlijk. De andere trader returns ook. 5 bolt of clothes in exchange. Yes. Thank you. We hebben in ieder geval bolt of clothes nu. Een hele hoop. Door de traders. Dus dat is cool. Dat is echt super awesome. En ik ga van jou, wil ik eigenlijk, kijk hier kunnen we een paar bedden mee maken. Laten we er, ja, 2 bij maken. Ik denk dat het wel handig is. Laten we ook nog een paar van deze bedden bij maken, gewoon omdat het kan. Wat lampposts, ik denk dat het ook wel handig is. En je moet natuurlijk levelen, dus daarom doen we dit eigenlijk. Wat is dit dan? Merchants can visit the stall to buy and sell goods. But who are these people and where are they coming from? Oeh, spannend. Oké, okay, deze hebben we eentje nodig. Die gaan we dus eentje craften. Want ik wil eigenlijk wel zo'n Blue Market Sale dingetje hebben. Ik denk dat die er ook best wel vet uit kan zien als we hier een paar hebben staan ergens. Oké, okay, awesome. Dat is alleen maar goed. Ik denk dat we deze nog eventjes snel kunnen harvesten voordat er iets gaat gebeuren. Ja, oké, okay, cool. Daar kunnen we nu even kijken, want we hebben nu de trapper. Maar hebben we daar al dingetjes van gekregen, ja of nee? Dat is natuurlijk de vraag. Volgens mij hebben we er nog geen spulletjes van gekregen, of wel? Oh, hier zit wel heel veel eten in al. Oké. We hebben volgens mij nog niks van de trapper gehad. Maar goed, dat maakt op zich ook niet zo heel veel uit, want het duurt altijd natuurlijk wel eventjes. Oh, kijk eens aan, volgens mij... Hij heeft iets! Hij heeft iets. Cool. Cool, 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 cool. Hij heeft in ieder geval iets gekregen. Oké, okay, cool. Oh, dit ziet er echt vet uit. Ja, ik heb nog een screenshot gemaakt. Ik weet het. Gewoon puur omdat ik screenshots wil hebben. Daily update. Oké, let's do this, let's do this, let's do this. Ja. Ja. Woo! Awesome. Een nieuw citizen. Citizen. Oké, okay, hoe zie jij eruit? Wat is jouw ding, zeg maar? Neven. 6 spirit. Oh, dat is hoog. 1 body en 3 mind. Oké, okay, cool. Cool, welcome to our town, Neven. Awesome, ik wil eigenlijk die pot of ladder hebben. Dus wil je een beetje opschieten? Met terugkomen naar de town, zeg maar. En eigenlijk even die... Oh, kijk hem even traps uitleggen hier, oh. Damn, son. Kijk wat die traps uitleggen. Oké, maar je hebt spul, hè? Volgens mij, hè, ziet dat eruit als ladder. Oh, yes. Dan kunnen we daar bolt of ladder maken. En dan kunnen we daar eindelijk de boog maken die ik al heel lang wilde hebben. Dat zou wel awesome zijn. Dan hebben we hier moeten we daarin zijn, toch? Of niet? 2 van deze hebben we nodig. Hebben we nu maar eentje? Nee! Oh, we hebben er maar eentje.
Nee. Nee. Dat is niet cool. Oh, laten we dit even een paar weghalen. Oh, dat is echt niet leuk. We hebben er maar één. Oké, we hebben er maar één. Vooruit, dan moeten we eventjes wachten ermee. Dan kunnen we op zich nog wel wat dingetjes laten hakken. En dan kunnen we X-ray eventjes voor gebruiken. Dat is er gewoon een feature in, dus dat mag het. We gaan hier eventjes wat mensen wat dingetjes laten hakken. En ondertussen kunnen wij dan gaan bouwen. Dan is het deel inrichten. Iets inrichten voor. Zo, awesome. Ik ga jullie verder met rust laten. Dan kunnen wij hier beginnen met de poort. Want ik wil hier eindelijk de poort gaan bouwen. En de poort gaat er als volgt uitzien. Wood zo, deze zo. Of is het stone? Oh, hoe gaat het eruit zien als we dit doen? Nee, echt totaal niet. Dat ziet op zich best goed uit. Dat niet. Dus deze look weg. Maar dit ziet er op zich best goed uit. Alleen ik denk dat we dat toch niet zo gaan. Alweer! Ik ben hier weer mee bezig en dan gebeurt dit weer. Come on. Oh shit, die is super sterk, denk ik. Oh. Oké, dit is niet goed. Dit is niet goed. Volgens mij is deze echt super sterk. Oh my god. Hij ziet er wel echt insane sterk uit. Oké, weet je wat we gaan doen? Hopen dat hij het overleeft. En dan ga ik hier bij de crafting. Wil ik eigenlijk gewoon heel snel even een nieuwe practice sword. Ik wil echt heel snel die boog hebben. Oké, laten we een nieuwe practice sword craften. Dat is op zich wel handig, denk ik. Gok ik. Oké, hij gaat winnen, hij gaat winnen. Awesome. Fast Riders Rift Footband Charge into Battle with Speed. Oké, awesome. En 10% health. Of 10 health. Oh. Oké, ik wil dan eigenlijk een nieuwe footband hebben. Ik wil eigenlijk een boogmannetje hebben. Maar die kunnen we nog niet maken dus. Wat echt zo erg vervelend is. Het is heel erg vervelend, want ik wil die boog hebben. Maar we moeten eerst die belt hebben. En voor die belt hebben we dus nog één extra leer nodig, toch? Ja, nog één extra leer. En dat kunnen we pas krijgen wanneer... Oh, kijk. We hebben er al wel drie getrapt. Dus waarschijnlijk krijgen we dadelijk wel genoeg leer. Leer om het te gaan maken. Maar, oh, kijk. Dit gaf ook leer. Of wat is dit? Rough and scaly. Claim this item for your town. Claim. Ik wil dat die pakken. Die ziet er echt vet uit. Oké, we gaan nu echt bouwen. Oh my god. Het duurde zo lang dit. Om überhaupt te beginnen met het bouwwerk. Zo. En dan wil ik eigenlijk om de 5. Misschien wel beter. Zo. En dan 1, 2, 3, 4, 5. En dan hier ook weer 5 ertussen. En dan hier ook weer 5 ertussen. Dat ziet er op zich niet verkeerd uit, toch? En dan hetzelfde hier. Zo. We gaan hem nog niet laten bouwen, hoor. Ik ben alleen eerst even de outlines aan het zetten. Want nu kunnen wij hier ook deze ding opdoen. Dat ziet er echt super vet uit. Let op. We kunnen nu... zo. Ik wil eigenlijk eerst het boot. Dat was dit, toch? Ja. Wil ik eigenlijk even allemaal omhoog. Zo, eentje, één extra omhoog hebben. Dat is een soort van... Oh. Terug. Dat er een soort van... Uitziet alsof het een of ander kasteel is. Nee, dit is echt heel lelijk. Ik wil die twee slabs wil ik terug hebben, want ik wil deze slabs hier. Yo, de trapper is level 1. Oké, dat betekent dat hij bezig is met trappen. En dat betekent dat we zo meteen die dingen kunnen claimen. Dat is awesome. Zo. Hoe ziet dit eruit? Moi. Dan zit ik te denken. Misschien kunnen we hier dingen weghalen met de
Nee, oké, jammer. Oké, dan hebben we dit als eerste design. Dan kunnen we als tweede design misschien even kijken wat we het mooiste vinden. Welke het mooiste uitkomt, zeg maar. Zo de drie tussen. En dan hier hebben we de vijf tussen. En dan hier doen we dan de drie ertussen. Even kijken hoe dat eruit komt te zien dan. En dan kunnen we altijd nog kiezen welke dat het mooiste vinden. Oh, eentje. Terug. En ja, welke dat mooiste vinden, die gebruiken we dan natuurlijk voor het design. Maar voor nu denk ik dat het toch best wel leuk is om hier in ieder geval mee te beginnen. Want zoals ik al zei, ik wil echt een super grote stad gaan maken. Echt zoiets waarvan je denkt, wow, dit ziet er echt insane uit. Dat is in ieder geval de bedoeling. Dus dat gaan we proberen te doen. Wat we kunnen doen is zorgen dat die dingen gewoon zo klein blijven en dan gewoon zo doen. Oké, weet je wat? We gaan even twee verschillende designs op één kant doen. Kijken wat het mooiste is. Of we het hout zo meer naar boven laten... terug. Of het hout meer naar boven laten gaan of niet. Of dit. Ik weet eigenlijk 100% zeker dat het hout mee, dat dat mooier is. Denk ik. Ja, maar ik denk zelfs... ik denk zelfs dat misschien dat ik even nog iets heel anders ga proberen. We kunnen hier altijd al die blokken weghalen. Zoals je ziet, het bouwen is echt veel beter geworden dan dat het eerst was. Wat natuurlijk echt super, super fijn is. Ik wil eigenlijk dit eventjes zo, helemaal zo hebben. En dan deze ook. Boom, boom. En dan als volgt zo maken. Is dat mooi of is dat echt spuuglelijk? Oh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet verkeerd. Let's do that. Let's do it. Dat vind ik eigenlijk best wel mooi. Ik denk dat we dat zo houden. En dan om de blokje natuurlijk eentje omhoog. Zodat het echt eruit ziet alsof het een soort kasteel is. En dan wil ik een caravan approach. Awesome, dan gaan we daar eens even kijken. En dan wil ik met slabs, wil ik hier dan een soort van loopbruggetje maken. Oh, dat ziet er ook echt vet. Dat vind ik er echt goed uitzien. Yes, 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 we got the design we so richly desire. En dit kunnen we weghalen. Kijk maar, let op. Ik wil jou... Hallo. Ik wil jou eigenlijk even... Finish editing, remove. Remove this building. Bam! Kijk, en dat blijft nog wel staan. Oké, awesome. Caravan approached. Oh, de caravan is al weg. Oh. Was ik te langzaam? Het spijt me. Ik was te langzaam, denk ik. Wat is dat nou weer voor raar iets? Oh, er staat dat ding nog. Oké. Wacht. Hebben we nu genoeg om de ladder te maken, zeg maar? Hebben we daar nu genoeg voor? Ja! Awesome! Craft, heel snel. Let's go, let's do this. Ik wil dat jij weggaat. Ik wil dat jij die nu gaat craften. Nu. Go! Gaan met die banaan. Nee. Oh mijn god. Luiwammes. het is een beetje een lui iemand, denk ik. Ik denk dat ze een beetje lui is. Oké. Even kijken. Misschien moeten we dit gebouw... Moeten we misschien eventjes finishen. Saven. Als beginport. Holy Blade. Yes. En dan kunnen we deze nu even removen. Remove. En dan zetten we natuurlijk zo meteen wel een nieuwe weg. Begin portal Holy Blade. Build. En die wil ik dan... Ik wil zeg maar zo hebben. Oké. En dan kunnen we deze nog aanpassen. Dat is nou hetgene wat ik zocht. Want ik wil hier natuurlijk nog een extra poort zo hebben. Dat het er echt uitziet alsof je zo'n poort doorloopt, zeg maar. Dat is de bedoeling. En zo. Oh. Weg jij. Jullie ook weg, trouwens. En dan... Zo. Drie. Kijk eens aan, dat ziet er toch super tof uit, nu al. Ja, dit gaat er echt vet uitzien. Dus even te denken.
Misschien dat het poort iets anders moeten doen. Dat deze weg moeten, zeg maar. En dat we dan gelijk omhoog gaan. Ik weet niet of jullie het trouwens leuk vinden om naar te kijken. Mocht jullie het leuk vinden, dan is dat natuurlijk awesome. Oh, dat is niet zo goed. Dat is natuurlijk awesome, want ja, ik vind het leuk om te bouwen. Het is gewoon echt leuk om te doen, even serieus. Daily update, laten we kijken. Nee, helaas. En twee kanten niet. Ah. zoiets, even iets hoger maken. Ik denk dat dit al veel beter is. En dan... Ja, zeker, zeker. Laten we dit zo doen. Oké, we bouwen deze even af, zo. En we maken hier het muurtje even af. Het muurtje hier zo tussen. En deze hierheen. Ja, en dan maken we ook deze verder af, zo, omhoog. En nog twee deze kant op. Ja, cool. Dan maken we hier ook meteen even dit zo. En dan kunnen we hier natuurlijk ook eventjes meteen een... zo, een drie. Drie hoog zo. Deze drie nog. En dan deze drie ook. Hetzelfde aan deze kant. Vanaf hier drie, zeg maar. Of twee. Twee is misschien beter. Als we twee doen, dan kunnen we deze drie weghalen. En dan kunnen we hier drie doen. Als je dat wilt. Drie en drie en drie. En dan kunnen we er overheen lopen, zeg maar. Dat was op zich best wel de bedoeling. En dan kunnen we hier natuurlijk nog wel iets plaatsen, waardoor dat het er een beetje beter uitziet hieronder. Alleen het is een beetje vervelend hoe die eruit ziet. Royal the Herbal is approached. Oké, wacht. Dit moeten we even doen voordat hij weg is. En pauze. Hello there. Is this new settlement of Hollyblade? Measuring a bury hands said that you would be out here. But it's always a bit tough. A bit dash. And go in the early days. Shall we get started with the poker? Welcome, my lady. Okay. By order of Princess Diana, Dania, First Lady of the Ascendancy. Is it new? Volgens mij is it new. Ascendants that attain local renown and hub with the rights, privilege and rewards theory. Huh? Rewards? Indeed, by princessing order, towns have proven their worth. Shall win access to learning wealthy caravans for trade. Ooh, okay, what comes next? You may gain significant renown and military glory, favorite church. The craftmaster, which sounds the most interesting to you? What? Dus je zou... You gain sufficient renown to advance the township in any of the three ways. Oeh, de church. Church is misschien ook wel echt tof om te doen. Craftmasters is ook echt super tof. Maar military is ook wel een heel erg dingetje. Ah, dit is zo lastig. Oké, ik denk dat we voor craftmasters gaan. Of voor military. Military glory sounds insane. Mijn craftmaster. Ik weet niet wat craftmaster. Ik ga craftmasters doen. The royal craftmasters honors those with an eye for excellence. Have you mentioned create a statue for to their exacting specifications, and you shall be one of the few to impress them. How else can I gain recon? Military. To gain recon with the order of it, you must display courage and valor. I shall give you a mention receipt quest for the ingredients to craft a monument worthy of your sword's arm. Okay. And the church. Church is plenty of favor, wealth, and need. I shall give you a recipe for the mansion and your cook. But a fountain of plenty and I shall... Okay, ik ga voor de...
Het is zo lastig. Have your mason create a statue of the exacting specifications. Ja, laten we dat doen. Laten we dat doen. Excellent. In addition to approach your monument, you have a certain level of worth. I shall leave the requirements with you. Should you wish to consult them again. But, okay. Thank you, my lady. Kids bounty, be open, you holy blade. I shall leave you a bird, so you may summon me to evaluate your progress. Farewell. Ooh. Oh, damn! Okay, we have this crafter's approval. Build and place the guild master skill. Okay. And attain a net worth of 5000. Dat is dus datgene wat we voor moeten gaan nu. Dit ziet er al vet uit. En daar waren we net mee bezig. Toen kwam in één keer iemand ons een beetje vervelen met... Hey, ik heb nieuws voor... Stop! Stop! Goed zo. Deze drie. En dan... Deze drie. En dan deze drie. En... Nee, ik wil alleen die drie. Zo. Dat ziet er... pittig goed uit, maar laat het deze gewoon vol doen zo. Ja, vind ik beter. Vind ik er goed uitzien. Oké, maar we moeten dus nu... Deze, staat er nu de crafting recipe? Staat die staat erbij! Oké. Okay. Oh, deze hadden we... Oh, dat is jammer. Die hadden we al. Die Ferris skin hebben we al eentje. En voor de crafting hebben we dus... Oh, damn. Hebben we veel voor nodig. Ja, daar hebben we heel veel van nodig. Dat gaat nog wel even duren voordat we hier iets mee kunnen doen. Wat wel tof is natuurlijk, is dat we hier al wel mee kunnen beginnen. En dan hebben we eigenlijk, zeg maar, dit soort dingen vind ik er wel vet uitzien nog. Dus deze eigenlijk, Guildmaster Skill, daarvoor willen we eigenlijk gaan. Oké, awesome. Ik denk dat dit echt helemaal geweldig gaat worden. Zoals jullie zien zijn we lekker bezig met het bouwen van onze... Ja, gate, deze gate gaat hier ook nog komen te staan trouwens. Dus dat gaat helemaal goed komen. We zijn lekker op weg. We hebben best wel wat dingetjes gedaan. Ik ga nu kijken of wij ondertussen al een boog kunnen craften. Nog steeds niet. Waarom niet? Waarom kunnen we nog steeds geen boog craften? Wat is er aan de hand? Heb jij niks gecraft? Jij hebt nog niks gecraft. Waarom heb jij nog niks gecraft? Laten we deze even verplaatsen hier naartoe. Iemand die dat alsjeblieft even wil doen, alsjeblieft. Nu. De episode. Ik wil eigenlijk de episode afsluiten. Maar ik wil eerst kijken waarom dat... Oké. Nu kan die daarheen geplaatst worden. En nu kan zij er als goed is aan werken, of niet? Kan ze er nu aan werken? Oké, jij gaat daar nu iets doen. Dat is heel goed. En dat vind ik heel erg tof. Maar ik wil eigenlijk dat jij nu aan de ladder gaat werken. Kijk, oké. Wat ga je hier maken? Wat ga jij maken? What the fuck maak jij daar? Oh. Stop. Weaver level 1. Oké. Heb je nou dat ding gemaakt of wat heb je nou gedaan? Ik weet echt totaal niet wat ze nu gedaan heeft. Maar als we nu een boog kunnen maken, dan ben ik super blij. Awesome. Oké, we gaan die boog craften. En de volgende episode gaan we iemand de boog laten. Gaan we iemand de boog geven. Ik hoop dat jullie deze video hartstikke leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Vergeet het natuurlijk niet om eventjes. Laten we dit eventjes zo. Override. Yes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Vergeet dan natuurlijk niet om een blauw duimpje achter te laten. Abonneer even op mijn kanaal voor veel en veel meer. En dan zeg ik hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei! Moet je natuurlijk ook eten hebben. Ik bedoel, ja, zonder eten gaan we deze mob niet overleven. Want ja, modpack moet ik zeggen. Want ja, er zit dus die ene modpack in. Of de mod in. Waardoor ik zeg maar niet altijd hetzelfde food kan eten. Waardoor ik altijd afwisseling moet hebben. Dus ja, ik vond het hartstikke slim hoe we dat gedaan hebben. Ik ga nog een keer bekijken hoe ze dat precies gedaan hebben. En...